Ik wil eventjes de tie-dyes aan jullie laten zien die ik gisteren gemaakt heb. Hoi, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag, want zoals ik in mijn vorige video vertelde, ga ik dus nu mijn week in tweeën splitsen en daar dus twee vlogs van maken. Dus vandaag is het donderdag en ik neem jullie gezellig weer mee verder in mijn week. Het is echt super lekker weer. De zon schijnt en volgens mij is het echt iets van 20 graden of zo. Dus ik ga denk ik vandaag lekker make-uploos blijven en lekker de zon in. Lekker bruinen met mijn gezichtje, want ik kan nog wel eventjes wat zon gebruiken. Ik zie niet super wit, maar ik weet van mezelf dat ik wel een stuk bruiner kan zien. Wat ik vandaag aan heb, is deze maxi trash. Dress van Colorful Rebel. Met een superleuk streepje erin. Hij is echt maxi. Je kan het nu niet zo heel goed zien. Ik zal even een andere spiegel erbij pakken. Oh, mama is zich hier aan het omkleden. Dit is de maxi dress. Leuk die pastelkleurtjes. Is voor nu met het lekkere weer natuurlijk echt fantastisch. Maar zoals jullie in een paar vlogs geleden van mij gezien hebben, had ik dus echt last van een mega koortslip. En heb ik jullie om tips gevraagd. En ik heb echt superveel tips en hulp ontvangen. Dus in ieder geval heel erg bedankt daarvoor. Maar als één tip kreeg ik, en wat ik zelf dus ook al op internet had gelezen, is dat het dus heel belangrijk is om je lippen in te smeren met een lippenbalsem waar een zonnefactor in zit. En dan had ik dus in die vlog deze lippenbalsem aan jullie laten zien met tea tree en SPF 15. Maar nu heb ik er dus zelf ook eentje aangeschaft. Ik heb die andere ook aangeschaft. Maar deze is dus van Koola en hier zit dus SPF 30 in. En deze ruikt ook echt super lekker. En wat ik dus heel erg handig vind is dat het een draaidop is. Dus hij kan ook niet zomaar makkelijk opengaan in je tas. Dus een tip van mij. Vergeet zeker niet om deze video alvast een blauw duimpje omhoog te doen. Super leuk in ieder geval dat jullie weer kijken. En wil je meer van mij zien, dan kun je je abonneren op mijn kanaal door op het rode knopje hier beneden te drukken. Dat zou ik super leuk vinden. Kijk hoe lekker het zonnetje schijnt. Een strak blauwe lucht. En er ligt hier een lekker jong in de tuin. Lig je lekker te zonnen? Ja. Kan je ook wat kleur gebruiken? Nee, ik ben echt wel bruin aan het worden hoor. Ja? Ja, kijk, bijna rood. Wel goed insmeren, hè? Ja. Zo, wat dacht je? Het huishouden moet ook doorgaan, dus ik ga het maar lekker in de tuin doen. Ja, wil je me wel zien? Ja, laat zien. Oké, moet ik meelopen? Oh. Is het erg? Ja. Daar komt het. Oh. Hoe erg is dit? Oh, dit is echt heel erg. Ook allemaal van Gio, hè? Gio was thuis natuurlijk gewoon niet. Nee. Dus hij neemt het allemaal mee naar hier. Oh, wat erg. En er is gewoon nog een wasje aan het draaien ook. En ja. Is het nog in de droger of is die leeg? Nee, ook nog vol. Oh, die is ook nog vol. Ja. Oh, wat erg. Daar hebben we ons zakenmannetje. Papa wordt de hele ochtend al gebeld door allemaal klanten die weer geknipt willen worden. Hè? Je hebt nog geen moment rust gehad. Nou, wel fijn toch? Nu eindelijk even lekker eten. Ja. En dan moet je weer achter je telefoontje gaan zitten, denk ik. Ik kan hem daar doorschakelen naar een ander personeelslid dan. Oh, dat is fijn. Dan heb jij even rust. Ik zit nu bij Jill in de auto en kijk eens wie er gezellig achterin zit. Hallo. Yeah, it's Jade fanboy. Ja, die is er ook gezellig bij. En omdat wij natuurlijk nu het zwembad in de tuin hebben staan, gaan wij nu eventjes naar de winkels om een band of een luchtbed te halen. Omdat dat natuurlijk super chill is in het zwembad. Want dan kan je daar lekker langheid op liggen en gewoon volop zonnen. En nu gaat de airco aan, want het is super warm. Ja, we zetten de airco aan. De auto geeft aan dat het 23 graden is. We komen thuis. Kijk wat Jack heeft. Wat? Hij heeft echt één ziek grote muis gevangen. Nee, Jack. Nee, doe maar niet. Hij is al dood. Nee. Nee. Eeuw. Gadverdamme. Oh, je ziet ook echt zo... Ja, hij gaat er gewoon bovenop liggen. Doe eens normaal. Volgens mij, ja, het is wel een muis. Het is gewoon bijna een rat, zo groot is het. Ja. We hebben in ieder geval een opblaas ananas gekocht voor in het zwembad. En ook heel erg leuk, dat was weer een idee van Gio, een slijtbaan die je dus in de tuin moet leggen. Daar gaat water in. En dan kan je hier overheen glijden. Papa heeft de muis nu weggehaald en volgens mij is Jack nu gelijk een beetje depri. Ja. Ben je nu een beetje depri, Jack? Ja, hij is hem aan het zoeken. Ja, hij is weg, hè, nu. Ja. Ik heb maar even lekker wat warms aangetrokken. Want als je zo 's middags de hele dag in de zon zit. En dan daarna als de zon weer weggaat. Het is nu namelijk 6:30. Krijg je het toch gauw wel koud. Omdat je de hele tijd gloeien van die zon. En als het dan in één keer weer weggaat. Met korte mouwen. Ja. Krijg ik toch vaak altijd wel koud. En ik ben sowieso echt een koukleun. Ik heb het echt vaker koud dan warm. Dus ik heb gelijk even lekker een warme trui aangetrokken. En een lekker chill broekie. Ik heb dus vanmiddag in de zon gezeten. Maar ik heb ook de hele middag geëdit. Eigenlijk nog langer geëdit dan in de zon gezeten. Want vandaag is het dus donderdag. En zoals ik dus in mijn vorige vlog vertelde, wil ik dus twee vlogs in de week gaan doen. Dus die vlog staat nu online. Kijk eens aan. Mama die had niet zoveel zin om te koken. Dus heeft ze een lekkere tosti gemaakt. En kijk even hoe ontzettend goed dit eruit ziet met
met die kaas aan de zijkant. Och, ik hou hier echt zo erg van. Dus ik ga dit lekker opeten. Thanks, mam. Graag gedaan, wijfie. Ik ben onderweg naar Jorn. Het is op dit moment 9 uur. Ik heb natuurlijk nog het cadeau voor zijn moeder, die jarig is geweest. Dat was natuurlijk vertraagd met de post en dat is gisteren binnengekomen. Ik heb een tijd geleden een modeshow mogen lopen voor George V. En ik heb haar toen daarmee naartoe genomen. En sindsdien is zij eigenlijk helemaal fan van George V. En George is natuurlijk een vriendin van mij en ik ken haar heel goed. Dus ik heb haar een appje gestuurd met de vraag, kunnen we misschien iets leuks voor haar regelen? George echt meteen super enthousiast reageerde en zei, ja tuurlijk, gaan we het doen en hartstikke leuk. Dus George heeft nu een kledingset samengesteld voor mijn schoonmoeder, waarvan zij dacht dat dat heel erg goed bij haar zou passen en waarvan zij denkt dat ze dat heel erg leuk gaat vinden. Ik vind de items zelf echt ontzettend mooi en ik denk dat mijn schoonmoeder er ook heel erg blij mee gaat zijn. Dus ik ben nu onderweg naar Jorn en ik ga het cadeau aan haar overhandigen en dan ben ik natuurlijk echt super benieuwd wat ze ervan vindt. Kijk even hoe ontzettend mooi de zon er weer uitziet. Zo boven het weiland. Dit blijft toch echt wel een plaatje. Zo magisch met die verschillende kleuren lucht. Echt super mooi. Ik kan hier echt van blijven genieten. Zo, wat een grote doos, man. Ja. Jeetje. Waar? Jeetje. Wat groot, man. Ik ben benieuwd. Want je komt. Een verrassingspakket. Ik word echt nieuwsgierig. Oh, dat is heel mooi. Lekker spul ook. Nou, dit is al heel mooi. Oh, nog een doos in een doos. Dan wordt het ook nieuwsgierig. Oh ja, dat zijn hele mooie schoenen. Dat vind ik ook wel erg leuk. Heel mooi. Ja? Wat moet ik dit voor weg, man? Mooi kleurtje, hè? Ja, dat is een mooie kleur. Ja, echt hartstikke mooi. Ja? Ja, zeker. Eigenlijk hartstikke lief, dankjewel. Ja, lekker. Bedankt. Je was van het huis, hè? Echt heel leuk. Mooi samengesteld. Ze heeft het aangetrokken en kijk eens even hoe mooi ze eruit ziet. Echt heel mooi. Ja, dat is heel mooi, zeker. Die kleur staat je echt zo mooi. Om door een ringetje te halen. Echt mooi. Ik ben er heel blij mee, zeker. Gelukkig maar. Mooi. Jorn is ondertussen mijn vlog aan het kijken. Ik heb even een make-upje opgedaan. Gio, die gaat namelijk vandaag zijn nieuwe auto ophalen. En hij heeft gevraagd of dat ik meega. En natuurlijk wil ik mee, want ik heb zijn auto nog niet gezien. En ja, ik ben heel erg benieuwd naar de auto en hoe hij natuurlijk, hoe hij het gaat vinden. Wij gaan gezellig met z'n vieren. Papa en mama zijn ook thuis. Papa die zit lekker te schaten op de wc. En mama is met de was bezig. Alweer. Dus, wij gaan eigenlijk binnen nu en 10 minuutjes ongeveer, volgens mij zelfs 5 minuutjes de deur uit. En dan gaan wij dus naar Gio's auto. Ik ben echt super benieuwd, want zoals ik zei, ik heb hem dus nog helemaal niet gezien in het echt. Lekkere info, hè? Lekkere info. Want dat je zit te schijten. Dat je zit te schaten. Kijk eens echt weten. Ja, je bent toch ook gewoon een mens? We zijn nu bij Outland 4x4 en hier gaat het plaatsvinden. Gio krijgt zijn nieuwe auto. Hi. Jij hebt hem wel al gezien in het echt, hè? Ik heb hem al gezien. Ja, ik nog niet. Ik ben wel heel benieuwd. Hij is zo Want hij komt denk ik op beeld toch anders over dan in het echt. Ja, dat zeker. Ja, hè? Ja. Ik ga even de auto laten zien hoe die nu staat hier onder het doek. Kijk, hier staat hij onder het doek. En dit gaat er dus straks vanaf. En dan gaan we de auto zien. Ben je zenuwachtig? Ja, echt wel. Ik zie het aan jou. Misschien een beetje. Ja? Ik moest wel 2 keer plassen, maar echt? Ik ben benieuwd wat je van die kleur gaat vinden. Ja, ik ook. Het is wel opvallend. Ja. 3, 2, 1. Hoi! Wow! Ja, dat is een goeie gang. Jeven. Wow. Ja. Oh, geweldig. Hier liggen nu alle ballen en dit moet dus allemaal weer opgeruimd worden. Besef even hoeveel werk dat is. Nou, ik heb de kleur nu dus voor het eerst gezien, maar echt, ik snap wel dat Gio voor deze is gegaan. Want het is echt een ontzettend mooie kleur. Heel erg bijzonder. Hij staat nu hier tegenover, hij is buiten gezet. Echt super mooi zo in het zonnetje. Ik zal de camera even omdraaien. Hij wordt door meerdere bewonderd. Hij wordt door meerdere bewonderd inderdaad en hij staat hier heel mooi te shinen. Dit lampdak die niet anders hebben. Echt heel mooi. Volgens mij kan je het nog niet geloven of wel. Wil jij erin rijden zo? Nee. Nee, dat mag niet. Nee. Ik ben wel echt super trots op je hoor. Ja? Ga je ook je auto in deze kleur maken? Ja, zou ik dat doen? Ja, dat doe ik. Dat is wel cool. Ja, dat is wel vet.
Nee, ik ben wel echt trots op je. Dat dit gewoon jouw auto is, hè? Die droomauto. Ik zit nu voor het eerst met jou in de auto. Oei oei. Dit is echt bizar. Gewoon. Ik word helemaal in mijn stoel gedrukt als je gas geeft. Geef nog eens een beetje gas. Dit is echt bizar. Ik snap wel dat je deze auto wilt hebben. Hij is echt super blij. Het is echt een mooi ding. Papa, mama zit. Ja, hoe voel jij je, Rick? Ja, ik word er heel blij van, maar wel een beetje misselijk. Ja, ben je al misselijk? Nee, val mee. Ik denk dat je ook kotzakjes achterin moet leggen, Gie. Eerlijk. Nou, moet ik dus van dit beest in één keer naar deze auto? Nou, hey. Wel even een GTI, hè? Hey. Ja, hij is iets kleiner, maar... Kijk even dit verschil. En heb ook vier wielen. Ja, dat is waar. Kijk dit verschil even. Dit is echt niet normaal. Zo groot, dat ding van Gio en dan deze. Kan die van jou dat ook, Paf? Ja. Ja. Vier wielen en stuur. Oh, papje. Vandaag een nieuwe dag. Het is al iets later op de dag. Maar ik ga iets heel erg leuks doen samen met Gio. Want wat gaan we doen? De tie-dye. Goed zo. Tie-dye t-shirts gaan we maken. Helemaal zelf. Dat hydrodippen. Wat is hydrodippen dan? Ja, dat is ook iets hoor. Ik weet alleen niet wat. Man, wat is hydrodippen? Hydrodippen? Ja? Geen idee. Oh, nou Gio... Ik weet het niet. In ieder geval, Daphne is er ook bij. Hier zo. En wij gaan nu dus beginnen met... Auw. Met tie-dye's maken. Ik heb hier het zwarte t-shirt al nat gemaakt. Het cel is er overheen gevallen. En hier gaan we nu bleek op doen. Want Gio wil er dus eentje in de kleur van zijn auto. Dus we gaan het uitproberen. Ik heb even een oud t-shirtje aangetrokken. Want ik zou het zonde vinden als mijn Reinders t-shirt helemaal vies zou worden. We hebben de t-shirts nu opgerold en er elastiek omheen gedaan. Ja, nu gaan we de bleek erop doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het uit gaat pakken. Ze zien er nu zo uit. En we gaan dus nu de bleek erop doen. Het is vandaag zondag. Ik wil eventjes de tie-dye's aan jullie laten zien die ik gisteren gemaakt heb. Als eerste heb ik deze gemaakt. En dit is dus roze met blauw. En ik vind dat hij een beetje paarsig is uitgevallen. Maar ik vind hem eigenlijk wel heel erg tof en heel goed gelukt. En dan heb ik ook een tie-dye gemaakt met zwart en grijs. En dit was dus op een wit t-shirt. Die andere is ook op een wit t-shirt. Ik vind deze ook wel heel erg tof geworden. En als laatste, deze heb ik eigenlijk als eerste gemaakt. En dit is dus een zwart t-shirt met alleen bleek. En die is dus zo uitgepakt. En ik vind hem echt super vet geworden. En ik ga dit zeker weten... veel meer en vaker doen, want ik heb nog heel veel ideeën qua kleuren die ik uit wil proberen. Ik heb ook nog eventjes geprobeerd om sokken te tie-dyen. Dat zijn deze, maar hier ben ik niet zo heel erg tevreden over, omdat ik ze iets te heftig vind. Maar ik ga dat denk ik ook nog wel een andere keer proberen. Nu ik dat aan jullie heb laten zien, ga ik deze vlog afsluiten. Ik hoop weer dat jullie hem leuk vonden. Vond je hem leuk? Vergeet dan zeker niet om eventjes een blauw duimpje omhoog te doen. En wil je meer van mij zien, dan kun je je abonneren op mijn kanaal door op het rode knopje hier beneden te klikken of op mijn foto die nu ergens in beeld verschijnt. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En zie ik jullie donderdag bij een nieuwe video. Doei!